ik nog weer eens uitgebreid overheen. Elfant. Zie je ook wat gebeuren, Tom? Ja. Ja, zeker. Echt, kleur komt terug, of niet? Ja, gelijk. Hier, ja. Op cameraatje al. Ja. Een bijzonder welkom aan Lisa Wiersma, Maria Wiersma, Bart Kosti en Wim van Hunsten. We mogen straks gaan genieten van jullie werk en we hopen oprecht dat nog velen de komende maanden gaan volgen. Bij het leren van oude meesters denk je al heel snel aan de grote doeken in bijvoorbeeld het Rijksmuseum. Het spectaculaire van deze expositie is dat zowel Lisa als Maria laten zien dat je ook heel klein je meesterwerk kunt maken. We hebben als kunstcommissie even gehuiverd wat deze enorme ruimte met jullie kleine werk zou doen, zou het verdrinken. Maar wat gebeurde? De angst was heel snel verdwenen. Jullie werk zuigt de kijker naar de muur, naar jullie werk toe. Ik ben Lise Wiersma en ik schilder en ik onderzoek schilderijen. Als klein kind al tekenden mijn zusje en ik heel erg veel. Werd ook heel erg aangemoedigd thuis. Dat hebben we eigenlijk altijd volgehouden. Ja. Op het moment ben ik vooral bezig met oude kunst. En ik maak natuurlijk hedendaagse kunst. Maar ik probeer daarbij heel erg oude technieken te gebruiken. Omdat ik het interessant vind om die te begrijpen en waarom die zo goed werken. Oké. En hoe was de ervaring in het Rijks? Grote, intense ervaring. Ja, was natuurlijk heel bijzonder om te kunnen doen. Maar heel groot schilderij, heel groot project. En heel bijzonder. We hebben 6 maanden geschilderd. Dus dat is exclusief de voorbereiding. Ik doe onderzoek naar schildertechnieken. 17e schildertechnieken in het bijzonder. Daar schrijf ik een proefschrift over. Dus op die manier zijn ze bij mij terechtgekomen om een schilderij te reconstrueren. Omdat ik ook als schilder werk. Dus ik combineer die twee. Ik heb heel even op de kunstacademie gezeten. Maar daarna heb ik les gehad ook bij schilders. Verschillende cursussen gedaan. En ik ben afgestudeerd kunsthistorica. Tekenpasje heb je van je vader geleerd? Nou, mijn vader tekende ook heel graag, maar mijn moeder heeft het ook heel erg aangemoedigd dat mijn zusje en ik dat voortzetten. Dus dat is van beide ouders uit gegaan. Ik ben Maria Wiersma. Ik ben kunstenares en illustrator. Eigenlijk vanaf dat ik kind was al heb ik altijd getekend. En na mijn studie filosofie ben ik echt doorgegaan met tekenen en opdrachten aannemen. Ja, dus heel veel illustraties, zoals tattoos, logo's, van alles. En daarnaast schilderijen gewoon voor mezelf, van wat ik mooi vind. Wanneer zijn jullie met z'n tweeën begonnen met schilderen? Ja, we deden dat echt als kinderen al samen. En altijd tekenen en schilderen is er op een gegeven moment gewoon bijgekomen. Ik denk, ja, we doen ook samen muurschilderingen, opdrachten nemen aan. En Lisa werkt natuurlijk voor een tv-programma. Ja, onze vader die kon wel goed tekenen en die deed dat volgens mij ook wel eens een opdracht. Mijn moeder niet. Dus ik denk dat het bij mijn vader vandaan kwam. Ja, dit vind ik heel spannend. Dit is mijn eerste tentoonstelling. En, dus ik vind het alleen maar leuk. En heel mooi, hele mooie locatie. En wat is je favoriete schilderij? Van mijzelf. Wat je hier hebt hangen. Dat is denk ik het schilderij van mijn vriend dat ik heb gemaakt, het portret. Maar ik vind de merel ook erg mooi. Ja. Een retouche is niet eens zozeer voor de bescherming, maar is vooral om de kleuren op te halen. En die kleuren zijn echt helemaal ingeschoten. En toen dacht ik wel, ja, ik weet niet of het daar zo mooi van wordt als hij nu zo mat is. Ik vond hem zo mat en hij was ook helemaal mat geslagen. Volgens mij moest er echt even wat overheen. Dus het hele werk blijft
blijft doordrogen. Maar als ik nu echt een glasplaat eroverheen leg, dan bij wijze van spreken, dus een laag die de onderlaag helemaal afdicht, dan gaat je toplaag, dus die finish die gaat wel drogen, maar je verf niet meer. Ik vind fruit vind ik een mooi iets, vind ik ben ik gek op, qua vorm en ook qua smaak, maar dit is wel echt zoals ik ben. Ik ben Wim van Münster en ik heb hier een bloemenwinkel aan de Koninginnelaan. En we zijn nu 30 jaar zijn we bezig. Dit jaar bestaan we 30 jaar. We hebben 5 bloemstukken hier neergezet. En verschillende soorten. De hittegolf, het zomerfeestje, het vliegengordijn en nog 2 andere. Hittegolf. Zomer bij uitstek het seizoen voor het buitenleven. Een gezellige avond barbecuen met vrienden. Lekker lang nagenieten van de warmte. Het duin- en strandgevoel. Duinen en zee zijn voor mij het ultieme vakantiegevoel. De basis van dit arrangement is gemaakt van stukken boomschors, gedroogde penicetum en verschillende mooie materialen. Zomers arrangement voor op een tuintafel tijdens een zomers buitenfeest. Verschillende glasbuizen aan elkaar vastgebonden met papier en decodraad. Daaromheen een bestaand rotan frame. Het rotan frame past bij de huidige bohemian trend. Daarnaast 25 jaar gewerkt als restaurator in het Rijksmuseum.